Hoi, leuk dat je weer kijkt. Ik ben Patchouli en dit is mijn YouTube-kanaal. Goedemorgen, dit is mijn eerste vlog. En ik sta hier eigenlijk in een andere badkamer. Maar zo zie ik er nog op uit. Het valt eigenlijk nog hard als ik hem heen doe. Als ik er mag, als een monster uit, als een zombie. Maar ik ga vandaag weer vloggen. Weer vloggen. Vloggen. Dus nu gewoon in een andere badkamer in mijn huis. Dat voor de rest staat er voor veel mensen. En straks hebben ze last van dus zij mag mannen slapen. Het is kort over 9. Misschien nog best vroeg. Ik had gekookt. Het is om 12 uur was of zo. Maar ik heb een beetje een krakerige stem. Maar dat heb ik ook een beetje nog doen. Dus ik ga kijken of ik iets ga eten. Nee. Het is een lege huiskamer. Ik heb wel helemaal geen genoeg verhuizen. En bijvoorbeeld, wij hadden eerst in de slaapkamer hadden wij ook lamboes. En nu ziet het er zo niet uit. En ik ook een banaan gaan nemen. Zal ik banaan eten? Ja, banaan niet. Geen banaan. Oké, maar op zich was het gisteren niet echt iets bijzonders gebeurd. Nog ging naar de winkel en toen gingen we een film kijken, volgens mij Pacific Rim, ja. En dat was een best gave film. Geen monsters. En die gingen dus aanvallen en we gingen speciale robots maken. Gyres. En die monsters heten Kaiju's ofzo. Dat was zich niet veel bijzonders aan, maar dan kwamen ze opnieuw aanvallen. Ja, dat is heel betekend. Om ze te stoppen, maar dat lukte allemaal niet. En dan hadden ze de weg naar hun wereld en onze wereld gebroken. Veel bijzonders is dat eigenlijk niet. Maar op zich is het ook een goede film als je het ziet. Niet erg spannend, behalve als ze gevecht hebben. Ik ga nu meer granenbrood maken. En wat anders, ik weet niet wie gaat witbrood maken. Dus dat ga ik nu dus doen. Hoi, het is ondertussen alweer 12:30 en wij zijn heel erg druk aan het inpakken. En we hebben zeg maar alles gewoon leeg. Gewoon echt leeg. Want eerst hing hier bij ons bed. Lampen, schilderijtjes. Hier hingen allemaal foto's van ons. Die we nooit meer terug willen zien in ons leven. En, we zijn het schilderijtje vergeten. Eentje met een konijntje erop. Maar die zit ook echt zo verstopt achter die deur. Misschien moet ik straks even aan moeder geven. Maar het brood is klaar. Dus dat ga ik nu even bekijken. Oké, gewoon een hele huiskamer is gewoon leeg of zo. Sinds vandaag en gisteren is alles gewoon leeg. Kijk, dit is... Wow. Dit is het brood dat mijn zus heeft gemaakt. Het lijkt wel brood of zo. Hij is een beetje opgepopt. Maar dit was ook eigenlijk haar eerste keer. En dit is meer granenbrood van mij. Die weer helemaal perfect is. Natuurlijk. Oké, grapje. En het is 12:30. Sorry dat ik zo weinig vlog. Maar ik denk dat ik alleen vanavond ga zwemmen of zo. Want het is niet echt een boeiende dag om te vloggen. Maar omdat ik gewoon elke dag ga vloggen, moet er wel een vlog komen. Dus ja, ik weet niet of ik vandaag nog lukt om een Get to Know Me tag op YouTube te zetten. Want deze vlog komt natuurlijk morgen online. Ook moet ik zoveel bewerken. Tenminste, het zou nog kunnen dat het vanavond online kan komen. Het zou kunnen. Maar wij gaan verder met inpakken. Bye bye. Tot zo ergens. Oké, ik ben nu echt mijn bed uit elkaar aan het halen. En het is zo erg. Echt, je hoeft maar acht schroefjes eruit te halen. Maar je moet niet weten hoe erg het is. Dat moet je ook echt met zo'n ding doen. Dat je dat erin steekt. Maar dat lukt soms niet. En daar word je zo chagrijnig van.
moet je het dan zo open doen, omdat je niet helemaal kan draaien. Ik ben niet erg blij, maar ik heb er 4 schroeven uit, dus... Ja, 4. We moeten nog de helft. Ik ben al een tijdje bezig, dus ondertussen... Kijk, ondertussen is het wel weer... Het was 12:30 de vorige keer. Nu is het bijna 2:30, die voor 2:30. Maar ik ga dit even doen. Dan ga ik zwemmen. Zagrijnig. Oké, maar wel. Ik ga even verder. Oké, de benen zijn met elkaar gehaald. En we gaan nu lunchen met dit zelfgemaakte brood, hè? Wow. Ja, dat klinkt niet. Met chocolade. Moet je het sponsje doen? Met chocopasta. Ja, hoi, ik ga nu zwemmen. Ik weet niet hoe laat het is. Hoe laat is het? 2 uur of zo. Ik heb net geluncht en Sarah is hier om hallo te zeggen. En nou, ik ga dus hier nu zwemmen. Dit grote zwembad. Zoals mijn zus. En nou, dat ga ik dus doen. Koud. Koud? Ja. Oké, bye bye. Hoi, het is alweer 5 uur. En... Er zit daar, ik zit nu in de badkamer, want het is wat rustig om te filmen, want daar is allemaal muziek en ze zijn druk bezig met dansen en zo. En ik zit nu in de wc, bijna wel meer, I don't know why. Maar het is gewoon veel relaxter. Maar ik ga zo broccoli snijden. Broccoli. Ik haal broccoli echt. Oké, okay, sorry, ik ben echt heel erg saai nu en saai aan het springen. Waarom ben ik zo saai? I don't know. Maar dat ga ik straks doen en mijn zus gaat erg opschillen. Dus dat ga ik nu doen. En dan zien we wat het dagje ons brengt. Volgens mij gaat Bo, dat meisje dat hier op vakantie is, gaan we volgens mij ook nog opmaken met foundation. Mijn eerste keer. Dat zal ik graag vloggen. Maar ik wil dus een Get to Know Me tag doen. Maar op mijn camera heb ik niet zoveel ruimte. Er zijn een bepaalde... Oké. En dus ga ik even kijken of ik daar ruimte voor heb. Dus bye bye. Dat ga ik, die 2 dingen ga ik dus doen. Oké, het is 7:15. We gaan zo naar de stad. Dus ik heb wel even een look of the afternoon. Ik weet niet. Ik weet niet. Maar ik heb dit New York City shirtje aan. Met van die open mouwen, zeg maar. Een shorts van de Primark. Ik weet niet, ik heb dit shirt gekregen, dus ik weet niet waarvan het niet is. En deze ballerina's. Die ik een tijdje geleden van mijn vader had gekregen uit een winkel in Valencia. Dus ik heb er nog een donut in. En we gaan dus zo naar de stad, naar een of ander feestje of zo. I don't know. Maar we'll see. Oké, we zijn hier bij een soort van parade. En daar gaat Jezus of zo, ik weet niet. We zijn hier zeg maar voorlopig. Dus vandaar. Oké, ik ga me nu omkleden en klaarmaken voor bed. En dan gaan we slapen. Ik had vandaag geen video op online kunnen zetten. Omdat deze vlog pas morgen kan komen. Omdat ik het nog moet bewerken en zo. Dus... Nou, ik ga naar bed. Wel rusten. Bye bye.